Dit is hoe ons 1 hectare weiland nu is. Zonder paaltjes, zonder tractor omheen. En daar gaan we vandaag aan werken. Nou, als iedere keer 5 meter uitmeten wel veel. Dus wat doe ik? Ik heb gewoon 5 meter achteraan de aanhanger uitgemeten. En dan zeg ik tegen Erwin. Yo! Zo, dan gaat mijn volle maatje mooi mee. Hop! Tadaa! Zo, dit is dan 5 meter. En dan hier bij de hoek van de aanhanger leg ik weer een paal neer. Als je als kat bedacht hebt dat het een goed idee is om naar boven te springen in een luikje waar je niet doorheen kan, dat je dan niet meer weet hoe je eruit moet komen. Ja, dom! Moet ik nou een ladder gaan halen? Dom, hè? Ja! Kom maar even kijken of ik dat raampje weg kan halen. Ja, dat is niet zo makkelijk, meid. Ja, dat zit met touwtjes. Oh shit. Ja, dan ben ik er nog niet. Eww. Nou, domme poes. Maar jij een domme poes, hè? Ja. Goed, zo. Kom maar naar binnen. Helaas krijgen we de palen er niet meer ingeboord met de boor, grondboor. De grond is zo ontzettend hard door de droogte. Dus moet pellen helpen. Want we hebben in de andere landen gewoon geen gras meer. Priska rent er ook naartoe. Ondertussen speelt zich hier in de garage een leed af. De 6 zwaluwen, er waren 6 zwaluwtjes. Eentje is kennelijk overleden en is gaan rotten. En de anderen hebben willen ontsnappen. En een aantal zijn net ter dood gestort. Eén hebben we geprobeerd te redden. En deze valt gewoon iedere keer weer uit het nest. Hij blijft gewoon niet in het nest zitten. Dus we hebben een dikke matras neergelegd. Maar ja, zijn ouders die... komen hem misschien niet meer voeren, dat weten we niet. Dus we zetten hem iedere keer weer terug. Iedere keer valt hij weer uit zijn nestje. Nou, ik weet niet of dat nog wat gaat worden. Arm beest. Goedje vast. Ja, met zijn naald als hij zijn knijpt. Ja. Hij is goedje. Ja, hij is nog zo klein. Ik kan wel kijken wat wormen kan vinden voor hem. Maar als hij gewoon iedere keer eruit blijft vallen, dan wordt het een keer dood natuurlijk. Nou, rescue poging. We hebben een soort platform gemaakt in de hoop dat hij er niet weer telkens afkukelt. En dat zijn ouders nog wel willen komen om te voeren.
de baas. Kom maar, het is goed. Dit. Kijk, we zitten weer op 43, bijna 44 graden. En wat ligt daar dan gewoon in de zon? Yoda. Yoda is echt wel zo'n ontzettend zonnemonster. Nee, ze is niet dood. Hey Yoda! Je hoort me wel, hè? Ja. Voor ons is het echt te warm om iets te doen. Zo, naar aanleiding dat mensen in het vorige filmpje zeiden van je vissen zijn aan het verdrinken, hebben we een zuurstofding gekocht voor onder water. En look, allemaal belletjes. En geen vis die je leuk vindt. En wat voor Mo is paardrijden, is voor Erwin zijn zwembad. Proost. Cheers. Meer bier. Ja, nog een lekker biertje. Ah. Heel langzaam dringt ook de beschaving achter het zwembad door. Nu we de omheining klaar hebben, ben ik hier bezig om een pad te gaan maken. Achter de boerderij, om achter de vijver langs. Maar hier heeft van allerlei rotzooi gestaan, dus ik trek nog steeds hele hekwerken en dode bomen uit de grond. Maar het idee is dat je straks hier gewoon met de land erover of de trekker kan rijden om te maaien en te onderhouden. En met de paarden kan lopen en rijden. En dan zo door. Alles loopt nog scheef, dus alles moet eerst plat uitgegraven worden, zodat je niet meer op een helling loopt. En die rij bomen hier, dat wordt de zijkant van het weggetje. En als je een beetje mazzel hebt en ik kap dit een beetje schoon met de kettingzaag en graaf het een beetje plat, dan hebben we weer een pad erbij. Nou, het wordt een heel wegenstelsel hier. Dit is een vijfsprong aan het worden. 1, 2, 3, 4. En dan nu de vijfde poot erbij. Valt niet mee, moet ik zeggen. Graaf op een helling. En probeer dan horizontaal te blijven door de bocht. Groot respect voor de weg- en waterbouw. Oh.